dames en heren, goedemiddag. Ik hoop dat deze bericht door wordt gestuurd. Ziggo heeft ook Vodafone. Maar het is één oplichterijpraktijk, dames en heren. Doe jullie ogen open en oren. Ziggo is een miljardenbedrijf. Een zusterbedrijf of een kindbedrijf is die rot Vodafone. Ik heb een telefoon gekocht, lieve mensen. En die heeft een bekrassing achter. Ik heb niet gezien. Ik heb dat ding gebracht om te ruilen. Omdat die niet helder filmt. En ik heb die verkoopster, die dame, gezegd. Ik wil filmen. Ze zei, het is goed. Ze haalt uit die doos. Mag ik die doos, Rano? Randje, mag ik die, snel? Ja. Ze haalt uit die doos. Het was in plastic, die telefoon. Ik heb geen abonnement genomen, lieve mensen. Hier zat een plastic. Hoe gaat die rot ding open? Ja. Heeft ze uitgehaald. Zo, hup. Die telefoon was in een plastic. Ze liet me zien. Batterij erin. Accu oplader en zo. Ze schuift weer erin. Zei dank u wel. Ik heb er contant betaald. Begrijpt u? Ik heb het meegenomen. Ik ben naar een buitenlandse zaak gegaan. Ik heb een hoes laten kopen. En die meneer heeft de hoes voor me erop gezet. Dus achter heb ik nooit meer gekeken. Ik ga die ding ruilen na 9 dagen. Op papier staat, binnen 14 dagen mag u hem ruilen. Hij ging kijken. Kom die een heel klein krasje tegen. Ik weet niet wat voor oog die man heeft. Hij zei, nee. Het is beschadigd. Wij doen niks aan. Nou bel ik Vodafone. Krijg ik een bandje, dames en heren. Als u denkt dat u nu wil luisteren, doorscrollen, lieve mensen. Maar ik wil dit bericht even doorgeven. Dat jullie ook moeten openmaken. En kijken. Ja, dan krijg ik dit te horen. Nee, mevrouw, geen prepaid. Je wordt gewoon gek van, is goed, ik druk nog. Ook in deze bijzondere tijd waarin corona ons allemaal raakt. Ze gooien meteen over corona. Even luisteren, die bandje, dames en heren. Het is wel erg druk aan de telefoon. Wil je ons helpen door eerst de uitgebreide online uitleg te gebruiken voor internet en dekking? Kijk op vodafone.nl/support, waar je ook kunt chatten met een van onze collega's. En natuurlijk helpen onze collega's graag als dat niet lukt. Blijft u dan aan de lijn. Voor vragen over je voicemail, toets 1. Voor vragen over de Vodafone-app en My Vodafone, toets 2. Voor vragen over Red Together, bundels, blocks, dubbele data, gratis extra's, delen van data en traag internet, toets 3. Voor meer informatie over e-mail of overige toestelinstellingen, toets 4. Kun je niet bellen of sms'en of ervaar je problemen met het netwerk, toets 5. Om terug te keren naar het hoofdmenu, toets 0. Hoort u, dames en heren, hoort u? U wordt gewoon gek gemaakt. Als ze uw geld hebben gebeurd, dan ben je 0,0. Miljardenbedrijf, meneer, mevrouw. Ziggo is miljardair. Vodafone is een tussenbedrijf van hun. Zelfde bus, andere chauffeur. Oplichter, dames en heren.
Goed kijken moen als jullie een rottoestel koopt bij hun. Ik ben niet van abonneren dat je 500 minuten krijgt. Ik bel ooit in een paar dagen die tijd, je weet toch. Dus ik dacht, ik koop iets. Nee, nee, nee. Dieven, oplichter. Arme mensen bloedzuigen. Echt. Is niet goed. Je kan niet ruilen, niks. Dat ding wordt ingepakt, geleverd aan je. Toen zei ik, waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Nee, dat kan niet, dat is 3 keer gecheckt. Nee, laat het maar. Laat die 62 van me opvreten, die dieven oplichters. Ik hoop dat dit ding op YouTube meerdere ogen kan openen. Van, dames en heren, jullie allemaal, en jeugdere. Snap je? Is niet goed. Als ik die telefoon zie, word ik alleen maar agressief. Is niet goed, man. Die vieze oplichters. Echt. Sigo is miljardair, man. Ik ben geabonneerd bij Vodafone. Ik meen 6 jaar. Toch pakken ze jou. Dus die 14 dagen ruilgarantie is nul. Is nul, moen. Als je in de auto gaat met die rottas, dan is het gebeurd, heb jij het gedaan. Dank u wel, lieve mensen. Geef deze bericht alstublieft door. Dat die op YouTube even gaat, dat die mensen zijn oren en ogen kunnen openen. Neemt u mij niet kwalijk, ik ben geen klaagmuur, maar dit heb ik meegemaakt. En nu ben ik rustig. Ik heb niet veel te doen, ben ik thuis, dan besteed ik een beetje aandacht met die ding. Ik kon die geld een maand eten als ik al die gebruik. En hoe heet die andere? Lidl. Je weet toch? Mooiste toelogere je lobby. Geleerde mensen, zet deze bericht verder voor mij. U heeft te maken met een domme ramp, ja, ik ken dat allemaal niet. Maar laat die op voor je komen, ergens. Dat Vodafone en Sigo, die oplichterijfabriek. Sigo miljardair, moet alle kabel, alle dingen is van hun. Hoe is dat vroeger, hebben we nog een belker aan Suriname, voor 6 gulden per minuut. Dan moet je vandaag aanvragen, dan praat je over 14 dagen, 3 weken. Mensen van leeftijd weten wat ik vertel. Nu is het geworden, je kan zo naar India bellen, Australië, China en Suriname. Vroeger was het niet, het was van hun. Toen heette die PTT. De KPN, PTT's, KPN. Allemaal oplichter. Jongens, kijken jullie massaal dit ding van mij. En stuur die boodschap door. Stuur door, alstublieft. Voor die dieven, arme mensen bloed uithalen. Oplichter. Vodafone, Sigo, alle twee. Dank u wel, lieve mensen. Lobby. Rampiare, hula's. Geboren 30456. Apa. Sigo. Vodafone. Chor. Kutta. Niet. Doei. Een ogenblik. Kadel gaat even over Vodafone iets lezen. Alsjeblieft. Neem je tijd. Kan je lezen? Hier staat er geschreven. Mensen hebben 112 keer klachten ingediend, maar ze hebben nooit iets gedaan, nooit iets gereageerd. Dus dan ben ik 113. Ja. Dus dan ben ik ook in de doofpot. Ja, klopt, maar ze reageerden niet. Ziet u, dames en heren, ziet u, de miljardenbedrijf. Dikke, dames en heren. Ook lieve mensen krijgen een telefoon van Suriname. Fijne middag, doei.